Het ABC van Mike Boddy. Met de F van foute afslag. Vorige week heb ik een beetje voortgeborduurd op een stukje van Chopin. Een prelude van Chopin. Dat ging onder het motto elaboreren. De E van elaboreren. En daar heb ik heel veel reacties op gekregen. Veel waren heel leuk. Sommige waren heel negatief. Maar wel weer heel geestig. Dus ja, ik ben altijd dol op negatieve reacties. Die geven een beetje sjeu aan het leven. En er was één reactie. Die vond ik bij uitstek de beste. Want die meneer zei, ja, het is natuurlijk leuk om ergens op voor te borduren. Maar kun je niet ook een stuk nemen en het begin gewoon spelen zoals de componist het bedoeld heeft, maar dan een andere afslag nemen? Dat is net weer een ander idee. Nou, dat vind ik eigenlijk een heel goed idee. Dus ik dacht, ik ga het deze week helemaal bont maken. Ik ga met mijn tengels aan de Moonshine-sonate zitten. Van Beethoven? Ja. Ja. En dan de F van foute afslag? De F van foute afslag. Dus ik speel eerst even een stukje Moonshine, zodat iedereen weer weet wat het is. Dan begin ik opnieuw. En dan neem ik na enkele maten een foute afslag, maar dan waarschuw ik wel. Maar zou dan iemand zich omdraaien in zijn graf? Ja, zeker. Zeer zeker. Daarom speel ik het twee keer, want dan ligt hij weer recht. Ja. Nou, daar gaat hij dan, hè? Yep. Zo kennen wij ons Moonshine-sonatetje. Ja. En dan ga ik nu een afslag nemen. Ik begin weer opnieuw. Het blijft gewoon hetzelfde. Dan komt de afslag. Drie afslagen. En nog een afslag. Even herhalen. Dan heel langzaam terug naar de Moonshine. Dankjewel. Ja, daar loopt mee van.